Het is een piekenvel moment. Na zo'n 60 minuten krijgt Marinus Dijkhuizen een publiekswissel. Alle spelers gaan bij hem deel, het hele Cambuur stadion stiet op en hij krijgt een steende ovatie. Na 367 wedstrijden dat hij 105 keer in scoorde, komt er een eind aan de carrière van Dijkhuizen. En hij bezwaart hem zelfs een schitterend aaskier, want hij weet het doel in Helmond Sport twee keer te vinden. En wil op de typische Dijkhuizen wijzen, oftewel maar de kop. Na 8 minuten is het 1-0 op Ojan van Casali, Jinka Casal. De timing en de richting binnen perfect en hij liet de Shen nog altijd een kopspecialist te wijzen. En dat bewijst hij nog eens in de tweede helft. Het publiek viert het alleen, want zijn naam werd scandeerd. En bij een stand van 3-1 krijgt Cambuur een corner en Dijkhuizen komt boven alles en Elsenier uit. Hij maakt het er 4-1 van en daarmee in de wedstrijd en ik zijn carrière oer, uit en dien. Ik vond het altijd geweldig om hier te spelen en ik hoop dat er heel snel weer goede tijden aankomen. Want Cambuur is ook mijn club geworden. Het gaat jullie goed, dankjewel. En dan Matter van Zels, even op de schouders naar het fanatieke publiek daar. Marinus, wat een geweldig afscheid. Ja, het was ongelooflijk. Zo'n mooie avond, je merkt het publiek, ik kom helemaal op de wedstrijd en ik kon ze gelukkig belonen vanavond. Een beetje scoren? Ja, geweldig, die eerste was al heerlijk. Maar die tweede was super, omdat ze van tevoren al je naam lopen roepen, de cornerbal. En dan voel je het al komen. Ja, dan gaat hij erin, een beetje geluk. En dan, ja, dat is geweldig natuurlijk. Gaat er dan door je heen? Ja, heel veel emotie en heel veel emotie vooral en heel veel blijdschap. Dus je kunt er lang van genieten. Wat ga je het meeste missen? Ja, dit is mooi. Gewoon een superclub, is gewoon heel mooi. Ja. Geniet ervan. Ja, doe ik. Afsluiten met twee doelpunten voor zoveel mensen. Dat is mooi. Ja, ik denk dat je geen mooie slot kan hebben in je carrière. Dit is echt, ik denk dat dit het droomscenario is. Ik denk dat het publiek net niet te klaar, Marine is hier ook net te klaar, denk ik. Die doen het misschien nog wel meer keer een maatje, maar hij is natuurlijk fantastisch van hem. Ik van mij, ja. Neemt toch op een mooie manier afscheid. Ja, dat is toch wel wat waard. Net alleen gaat afscheid nemen is mooi, want de hele jongen is prachtig. Cambuur voetbalt vrij uit, krijgt kansen en scoort maar liefst 4 keer. 10 minuten na de 1-0 van Dijkhuizen valt de 2-0. De pegel van Barakat op de peel en in de rebound kopt Sander van der Heijden de 2-0 binnen. Daarna wordt het wat slordig aan de kant van de Ljouters en komen de Besiekers beter in de wedstrijd. Dat leidt zelfs tot de 2-1 van Jordan Remakle. Maar krijgt waar het skof brengt Cambuur de marge weer op 2. In eerste instantie komt Rachid Al-Khalifi nog wat te let, maar keeper Van Westerop gooit dan verkeerd uit. Boetenbeeld wordt dan een uittreding maken op Benny van Noord, maar Skizjotter Winter jouwt vaardeel. Al-Khalifi hoeft de bal alleen maar breed te lezen en daar zit Mark Mboua van zijn 10e competitietreffer. En hij brengt de stand naar 3-1. En als je Cambuur zo speelt en zoekt als in de eerste helft het zijn Helmond Sport, dan vraag je je zelfs wel af waarom dat net jij daar in het seizoen kan. Dat heeft wel een stukje met mentaliteit te maken. Ja. Het onoverwinnelijke zo van wij spelen hier thuis en wij gaan ervoor en tegenslagen leggen we naast ons neer. En ik vind dat wij daar nog wel eens in tekort geschoten zijn. Sint Helmond Sport slag het lijkwels alles en via Dijkhuizen werd het dus 4-1. En het slotakkoord komt in blessuretijd. Barakat zit recht op Van Westerop, maar dan is het heel ongelukkig John Nieuwenburg die de bal in eigen goal rent. 4-1 en het is een prachtig mooie afscheid van het thuispubliek. Net alleen Dijkhuizen, maar ook andere spelers spelen voor het laatst in het Cambuur Stadion. Ferdinand Katipana, Kerst Hofman en René van der Weijen krijgen ook alle treien gelegenheid om afscheid te nemen van het publiek. Heb je nog even van genoten? Ja, zeker. De jongens achter je? Ja, ah, mooi. Ga je dat het meeste missen? Ik ga de supporters heel erg missen. Ja. En het klapje zal vanavond wel komen of morgen. Maar het is nou gebeurd en het is mooi. Kijk wat er allemaal rondloopt, is toch mooi? En ook een mooie wedstrijd. Ja, zeker. Het is niet vaak gebeurd dit seizoen. Wat ga je het meeste missen? Ga je het meeste missen?
Nou ja, ik bedoel, het is mooi natuurlijk. Het publiek is mooi, man. Dat ga je wel missen. Dat maak je niet overal mee.